Amazing. Yeah! What the fuck? Oké, mensen, we zijn weer bij een nieuwe vlog. Ik ben samen met Martijn. Martijn natuurlijk. En Stan. Stan, wil je iets wat zeggen of wil je het gewoon lekker laten? Heb je... Nu mijn neus bloedt. De bovenkant van mijn neus bloedt. Dus dat vind ik niet zo leuk. Man. Ik dacht dat je ongesteld was. Of jou. Oh nee, man. Nee, kijk, ik heb papier. Wat? Dus dan kan ik het deppen. Ik ga deppen. Wow, je lijkt wel een beetje op een boeddha, man. Ja, dat is toch kankerlauw? Ik bedoel, heel erg lauw. Oké, mensen, we gaan... Nu is hij echt een boeddha. Nee, ik wil niet op camera gaan. Ga weg. Oh, super mooi dit. Dat is echt leuk. Oké. Arby, we willen treiter vloggen. Nee, ga weg. Treiter vloggen. Nou, jongens. Wij zijn een beetje aan het chillen. Wacht even. Wij zijn even aan het chillen. En ja, dat wordt hartstikke leuk natuurlijk. We zitten een beetje op een bankje eigenlijk. Een beetje te chillen. Met de boeddha. Met die shine met die achtergrond, Art. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind dat gewoon mooi. Ga weg. Oh, echt. Oké, maar jongens, ik ga weer. Later. Oké, mensen, ik wou even wat melden trouwens. Er is zeg maar hier in deze vijver. Mijn kinderen waar? Nikita! Ja, dus er gaat iemand net langs. Maar hoe heet dat? Er zijn zeg maar vliegende vissen. Nee, Nou, er ging er weer eentje. Zag je dat? Gewoon een vis. Lijkt een beetje op gras, maar dat maakt niet uit. Kijk daar. Juist, dit splasht. Dankjewel jongens. Fijn dat jullie de vlog even wat mooier maken door te splashen. Hè? Dat moest er gebeuren daarnet. Maar dat gebeurde niet. Want Martijn kan ik. Man. Nee, dat was toch leuk dat ding? Nee, dat is helemaal kut. Je moet er ook op inzoomen, hè? Ja, weet ik. Maar, nou, oké. Jongens, er zijn gewoon van die vliegende vissen. Niet vliegende vissen, maar over het water. Die kunnen een soort van vliegen. En dat is Arder, super vet. Gaat het water in. Hé, hey, rot is op. Boelag. Ga eens weg. Rot op. Nou. Oké, we gaan weer weg, jongens. Wordt te gevaarlijk hier. Shit. Oké. Ik moet gewoon van iemand wat doen. En dat is zeg maar... achter Stan aanlopen en dan van kijken iemand. Wat hij gaat doen. Dat moest van mij, Art. Van Martijn. Maar hoe heet dat? Wat ga je doen, Stan? Vertel eens aan de kijkers. Hoi. Hoi, Stan. Je boeddha is weg. Ik ben Stan. Zeg kijk, wat leuk. Stan Koen. Daar is een vogel. Daar is een vogel. Twee. Daar zijn twee vogels. Godgeloeiende. Arthur, ga eens even blij. Hier staan, dan heb je een mooie shot. Daar is, nee, even daar is. Nee, maar wat zijn we allemaal aan het doen? Wat? Nee, rot op. Hij wou mijn fucking bijna in het water gooien. Ja, jij flikkertje. Jij. Hoe vechter? Nee, rot op. Ga weg. Nou mensen, ik ben hier zo. En hij zit heel de tijd raar te doen, heel de tijd. En weet je wat het is? Het is gewoon zo dat hij, die gozer daar zo. Die vraagt al gelijk ook een sigaretje en zo. Nee, waar ik het dus helemaal geen namen meer, Art? Ja, wat is dat nou met gozer? Dit is Tom. En die wil een sigaretje. Die bedoelt gewoon sigaretten. Jij had toch die YouTube straks? Ik bedel niet. Oh, het was gewoon een vraag. Het was gewoon een vraag. Ja. Maar waarom was dat zo dan? Omdat ik... Word een hele psychiater. Ik ben Stan en ik ben nicotineverslaafd. Een nicotineverslaafd? Daarom wil ik graag een sigaretje. Nou, ik zou even kijken. Stan wil zijn verslaving voortzetten. Stan. Ja, man. Ja. Wat ga je, wat ga je nou weer doen? Even kijken of Stan een sigaretje krijgt of niet. Kijk. Waarom moeten we dit filmen? De sigarettenboer ben ik. Nou, oké, ze eet zo. Ja. Zo, Martijn krijgt er eentje. En de cameraman. Krijg jij er ook een, Art? Wat? Krijg jij er ook een? Ja, ik krijg maar jij rookt niet, hè? Ik rook niet. Nee, ik rook niet. Hou je sigaret vast. Ik rook niet. Ik rook niet. Oké, later, man. Die is zo vat. Hé, nou stoppen met die camera. Het is mijn, ook nog mijn privéleven dit, hè? Dat weet je niet. Oké, mensen, ik ben net wakker en gisteren hebben we het echt laat gemaakt. Het was sowieso 12 uur of zo dat ik
eigenlijk gewoon thuis was. En ja, het was allemaal hectisch, man. Allemaal hectisch. Maar mensen, ik was gisteren zeg maar naar een feestje even. En toen had ik het niet gefilmd. Dat is heel dom eigenlijk van mij. Maar weet je wat het is? Het is zeg maar zo dat daar allemaal mensen op straat liepen. En ik dacht bij mezelf, what the fuck? Waarom lopen al die mensen daar op straat? Maar dat was het hele feestje. En weet je wat er nog het hele ergste was? Wij gingen daar dus heen. Wij waren met Martijn en Stan en al die meuk. Gewoon de squad, weet je wel, van mij een beetje, waar ik altijd mee chill. En ja, die vader komt. Die vader komt van dat feestje en die stuurt iedereen weg. En ja, dat was helemaal chaos. Allemaal mensen op de straat die liepen, worden allemaal politie. Dus we dachten, shit man, straks heeft die vader gebeld. Want dat meisje mocht dat feest niet geven. Dus dat was helemaal raar. Maar Lucas heeft mij zeg maar gebeld. Van, yo Arthur, kom bij me chillen. Ik zeg, ja toch. Maar ik ben altijd heel sloom in de ochtend. Dus ja, echt dom. Maar mensen, dus ik ga even een beetje klaarmaken. En dan ga ik naar Lucas toe. En dan zie ik jullie daar zo bij Lucas. Oké, mensen, nu ben ik zeg maar bij Lucas. En ja, weet je, zieke shit. Ik zit nu zeg maar in zijn tuin. Ja, ik sta eigenlijk een soort van in zijn tuin. En ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. We zijn gewoon een beetje aan het chillen in het huis. En oh, een beetje chillen gewoon toch? Gewoon een beetje chillen, man. Ja, man. Hé, wat vinden jullie van mijn nieuwe virus? Ja, wel, man. Super, ja, man. Toch? Hoe heb je dat gedaan, man? Nou, met een schaar. What the fuck? Met een schaar. Jeremy. Nou, mensen. Wij gaan even verder. En we gaan sowieso blijven filmen, toch? Ja, toch. Altijd blijven filmen. Altijd. Sowieso. Hey, ik zie jullie zo. Shoutout naar Jules 0.0. Shoutout naar Jules 0.0. We zijn nuchter. Maar we gaan dus even nog. Straks gaan we toch naar buiten? We zijn al buiten, Arthur. Nee, maar ik bedoel naar weg buiten. We gaan straks naar weg buiten. Nice. Onthouden allemaal. Allemaal onthouden. Dan zie ik jullie weer. En dan mag jij zeggen zo. Zo. Echt een raar kindje. Oké, mensen, Lucas wou zo graag dat ik zijn hond liet zien. Yeah, dus hier zo. Ik hoop echt dat hij je gaat bijten. Au! hij beet me, man. En ik au zeggen, what the fuck. Oh, echt geweldig, mensen. Maar moet je kijken. Oké, dit wordt een nieuwe bumper, jongens. Dit wordt een nieuwe bumper. Wat is een bumper, Arthur? Kijk. Oh, lief oortje, man. Jawel, man. Je hebt echt een schatje van een hond. Maar gaan we zo even wandelen, Sammy? Gaan we zo even wandelen? Dus gaan we filmen, ja. We gaan wandelen straks. Ah, we gaan wandelen met we gaan een straks. Nee, wacht straks. Nee, nu. Nee, wacht even. We gaan zo wandelen. Komt goed. Oké, mensen. Ik heb zeg maar een hele goede nieuwe vriend, toch? Dus kijk, moet je kijken. Hij heet Jeremy. Stel je eerst even voordat je je shit gaat doen. Je weet zelf. Maar Jeremy, ik ben... Hoe oud ben je? 14, ik ben 14. Wee, yo. Heftig, man. Oké. Jeremy gaat iets fucking vets doen, ik zweer, dat is echt fucking lauw. Ik zeg, ik tel tot 3, hè? En dan moet jij dat doen, ja? Oké. 3, 2, 1. What? Wee, yo, dat is eerlijk, dat is gewoon hard. Eerlijk, dat is hard. Oké, later. Jij bent een kankerleier. Wee, yo, waarom dat nou weer? Kijk dit! Nou, man. Hey! Wee, yo. Maak een salto, probeer het gewoon. What? What? Oké, mensen, jullie denken bij jezelf van, hey, ik wil Arthur ook wel zien springen. Nou, dan gaan we even springen, toch? Nee! What? Hey! What? Hey! Oei, joh! Vloggend springen, man. What the fuck is dit, man? Dit is gewoon hard, jongen. Oh, mijn god! What? Oké, nou ga ik een soort van, zeg maar, vanaf hier ga ik zeg maar naar het gras springen. Ik weet niet of ik dood ga, maar we gaan het gewoon proberen. Fuck it. 3, 2, 1. Ah, het is gewoon goed gegaan, ja toch?
Beter. Dat was even een nieuwe vriendin, dat zie je. Dat is een hond. Hij is heel de tijd als een hond aan het weet ik veel wat. Hij is lekker aan het knuffelen met zijn hond. Hè? Hij is Shami, dit is Shami. Kijk, dit is Shami. Dit is Shami. Leuk kijken, ja. Shami. Leuk kijken, hè, Shami. Ik ben Shami. Ja, ja. Ja, dit is zeg maar Lucas' hond. En super schattig. Yo, yo. Dus ja, fucking hard. Hij heeft heel veel liefde met een hond, man. Ja, man, dat is weer, man, yo. Ah, ja, toch. Hé, ik zie jullie zo weer. Wow, ze gaan opeens voetballen. Laat zien. Wow, nee, echt gewoon. What the fuck, hoezo? Hoezo, Stan? Laat maar. Bij de buren. Niet meer voetballen. Bij de buren, wat de fuck. Oké, mooi. Oké, mensen, we zijn nu zeg maar de hond aan het uitlaten. En ja, ze zijn super ver natuurlijk. Maar ik loop gewoon lekker rustig hier, weet je wel. Ik begrijp niet waarom zij een soort van aan het strijden zijn om fucking daar naartoe te gaan. Maar ja, weet je. Ik laat hen lekker strijden toch. En ja. Oh, het is overbelicht. Wacht even, ik ga het even fixen, jongens. Rustig. Wee, yo. Weet je wat het erg is? Zij laten me nu gewoon hier staan. En zij zijn al fucking weg met die hond. Dat is toch niet normaal, man. Wow, yo. Daar is Art, zegt hij. Hé, hey Stan, kom eens hier. Waarom moeten jullie zo fucking lang... Waarom moeten jullie zo fucking... Fucking lopen niet gelijk, weet je. Dat is niet normaal, man. Maar we gaan zeg maar een beetje de hond uitlaten. En ja, weet je, die hond moet ook wel gewoon naar buiten, eerlijk. Ja. Nou, man. Wow, wie ben je aan het bellen? Ja. Wie ben je aan het bellen, bro? What the fuck? Je chickie. Nee, niet met eerlijk. Chickie, man. Nee, niet met chickie. Fix it. Nee, man. Nee, man. Grapje, grapje, grapje. Maar ja. Jeremy en Lucas lopen daar nu met die hond. En wij lopen een beetje hier. Je moet niet zo raar lopen. Ja, het spijt me, ik verstapte maar. Oh, vandaar, oké. Nou, ik zie jullie zo weer. Holy shit. Oké, mensen, de plannen zijn gewijzigd. We gaan zeg maar naar de co-op. En dan gaan we zeg maar een soort van peuken halen. Dus ja. We gaan gewoon een soort van een zieke dag van maken. En natuurlijk filmen, weet je, voor jullie. Want komt goed, jongens. En Stan. Stan, kom even een beetje. Doe even een beetje gek, man. Doe even een beetje gek. What? Oké, dus dan kan je zijn. Yo. Yo, mensen. Wij gaan, wij gaan een soort van. Wij zijn nu een soort van aan het lopen. Alleen Lucas loopt fucking snel, eerlijk. Ja, man. Lucas, ik zal hem loopt even fucking op beeld hebben. Eerlijk. Ik denk niet dat hij scherp gaat snellen. Nee, maar dat maakt niet uit. Ga maar weer terug. Ga maar weer terug. Okay, okay. Dat heeft helemaal we geen gaan zin. Ga weer terug. Ga maar weer terug. Okay, let okay. Op, we zijn weer terug. Daar zijn we weer, jongens. Daar zijn we weer, jongens. Geweldig, man. Zo mooi, man. Poh. Wat een mooi ding. Poh. Zo mooi. Luco. Nou. Luco belt, jongens. Film maar even dat Luco belt. Oké, okay, oké. Okay. Hey, hoe gaat het met jou dan? Yo, lang niet gezien, man. Ik zweer jou. Ik heb je echt lang niet gezien, man. Ja, man. Hey, we moeten echt weer een keer chillen, toch? Hij wil niet op beeld of zo. Jongen, waarom dit dan? Weet niet. Wat een motherfucker, man. Oké, hey, nou later, mensen. Doei. Zeg even doei. Okay. Eerlijk, je kunt fucking raar als mensen tegen hun hond praten. What the fuck? Stan, waar ga je heen? Hey, Stan. Wee, joh. Kijk, Sammy gaat naar jou toe. Oké, mensen, we zijn nog steeds naar de fucking co-op aan het gaan. En ik zie opeens fucking Stan. Zoek opeens fucking onder een auto liggen. What the fuck? Stan. Wat is dit dan? Kijk hem rennen, man. Nou ja, mensen, we gaan naar de co-op. Komt goed, jongens. En ja. Zieke shit, man. Zieke shit, sowieso. Oké, jongens. Hoe heet hij? Hij heeft hem al losgelaten. Oh. Nou, Sammy had zeg maar een tak gepakt. Dat is gestolen. Hij, dacht, hij had gewoon gestolen. Hij dacht van, weet je... Ja, het is een klein negertje.
Dit is een klein negertje. Oh. Nee, maar mensen, niks tegen negers, serieus. Negers zijn lauw, man. Ja, man, ik ben ook een beetje karamel, dus jongens, het is gewoon... Ik zweer, die zijn echt lauw, man. Van. Eerlijk, die zijn altijd lauw. Jawel, man, ze zijn gewoon hartstikke lauw. Trouwens, iedereen die zwart, wit, wat bruin, alles is. Paars, geel. Bruin, paars, weet je, geel, boeit ons niet. Als je maar gewoon aardig bent, dan is het niet erg. Maar hoe heet dat? We zijn nu zeg maar een soort van bijna bij de co-op. Echt waar, bijna toch? Want bijna, man. Dat is toch de rotonde, zeg maar, bij de co-op. Ah ja, toch. En we gaan gewoon bij de co-op filmen. Komt goed, jongens. En Sammy, die heeft het echt naar zin of zo. Want die loopt echt gewoon van, hey jongens, we allemaal gaan... Allemaal te ruiken. Ja, helemaal, helemaal gek, man. Maar de mensen... Beestje, je hebt een goede neus, hoor. Ja, dat is niet normaal, man. Sporingshond. Dat is niet normaal, man. Maar we gaan zeg maar een soort van, ja, naar de co-op. En als we bij de co-op zijn, gaan we filmen. Dus ik zie jullie zo weer. Later. Oké, mensen, we zijn nu zeg maar in de co-op en we zijn fucking Jeremy kwijt. Like, what the fuck, waar is Jeremy nu heen dan? Ik begrijp het niet, jongens. Oh, daar is hij. Daar is hij. Hij rent weg, man. Oh nee, hij gaat snel wat pakken. Cornflakes pakt hij. What the fuck? Waarom pak je cornflakes? Wat is dit? Is lekker. Nee, joh, dit is lekker. Alleen met melk. Shout-out naar Tresor. Alleen met melk is lekker. Oh, fucking mooi, man. Hé, hey, maar hoe heet dat? Wat gaan we nog meer doen, Stan? Serieus, wat gaan we doen? Je moet echt niet eraan gaan kijken, man. Dat is echt niet ziek, man. Oké, okay, we gaan zeg maar nu een soort van in de co-op. Ik weet ook niet waarom, maar de boeien me geen eens blikken. Ga nou. Hey, even rustig. Ga nou even verder. We moeten wel nog even lopen. Wat ga je halen, man? Pak je cornflakes en melk en snoep. Dan heb je ook een kommetje nodig. Jezus, man. Is niet normaal, man. Waarom pakt hij dat? Serieus, waarom pakt hij dat? Wat is dit nou weer? Hij pakt allemaal rare dingen. Moet je kijken hoe die loopt ook gewoon. Hij gaat gewoon om te laten zien dat we niet tegen de homo's zijn. Maar wat? Dat is gekleurd. Alle kleuren van de lagenboog. Ga weg. Oké, mensen. Ik ben al een tijdje ben ik zeg maar bij de co-op. Dood. Hij is al een tijdje dood. Dit is Arthur niet, dit is een alien. Echt? Ja, man. Ziek, ziek. Zeker ziek. Maar we zijn nu zeg maar in de co-op en ik weet niet waarom ze fucking... Moet betalen? Haal meteen die loonvloer. Wacht even, dan moet ik mijn pinpas bij mijn huis brengen. En dan pak je loonvloer bij. Dat hebben ze niet. Jawel, dat hebben ze wel. Dat is voor. Echt? Ja. Oké, wacht even. We zijn zo terug. Maar zij mogen wel roken. Oké, jongens. We zijn zeg maar een soort van naar de co-op gegaan. En we hebben het niet gekregen wat we willen halen. Maar hij heeft dus de chocomel. Oh! Fucking, wat is dit? Cornflakes! En fucking marshmallows. Hoe denk je daar, man? Ik zou dat nooit... Ja, eerlijk, waarom heb je dat gehaald? Ik vond het lekker! Oh, kut, daar gaat hij. Hij gaat gewoon ook gewoon fucking cornflakes eten. Nee, wat de fuck? Super. Zo, rustig, hè? Roken sushi. Ja, gaan we naar de Esso. Oh. Dus heb je geen longvloer. No. We gaan naar de Esso, man. Maar de Esso is een mooie naam. Go! Hij rolt. Oké, jongens. Dit is de S van Stan, dus mag ik hem opeten? Ik jullie dat even weten, het is legaal. Ga weg, zo dicht bij mijn hoofd. Wat een sukkel, man. Rent hij weg. Ik begrijp echt niet waarom we er net gerend hebben. Stan, waarom hebben we er net gerend eigenlijk? Ik heb een vraag gevraagd, Brit TV. Wee-o! Kijk eens. Oh, Hij denkt echt, ga weg of zo, denkt hij. Maar ik doe gewoon aaien, boeit me niet. Waar? Jammy, jij bent niet meer onze neger, dat is niet Jeremy. Oké? Okay? Oh, schatje. What the fuck, mensen? Hoe is het? Stan heeft mijn fucking pet afgepakt. What the fuck? Gaan we naar hem toe rennen of niet? Hij is denk ik ook aan het vloggen, man. Hij denkt van, Arthur vlogt.
Laten wij ook gewoon vloggen, nou. Gaan we even naar hem toe, man. Hij is gewoon aan het pillen. Pap. En wel leuk aan mij dat hij schoppen. Ja toch, ik heb mijn pet weer terug. Ga weg. Ik zei tegen Stan, zeg maar dat... Ik vroeg zo aan hem van, yo, vind je de vlog gewoon lauw? Hij zei gewoon nee. Ik dacht eigenlijk bij mezelf...